Punt. Prima, ik werk mee, zei Baudet. Mm-hmm. Maar dan gaan we iedereen ook onderzoeken. Fair point. Als wij zeggen dat er geen financiering van buiten de Europese Unie mag plaatsvinden richting de politiek, dan geldt dat inderdaad voor iedereen. Dan is dat inderdaad een fair point. Ja, maar hij haalt er ook andere financiers bij. Hè? Nou, hij had in een tweet had hij inderdaad Amerikaanse en dan zegt hij opeens Joodse financiers. Ja. Dus dat is echt dan wordt het weer heel dubieus. Heel erg curieus. Ja. Heel erg curieus. Ja, omdat, dubieus. Echt, nou ja, bruin zou ik zeggen. Het is echt, welk woord? Joodse financiers. Ja, maar ik verstond het laatst. Bruin. Ik bedoel, het is gewoon echt gewoon buitengewoon kwalijk. Wat bedoelt u daarmee? Dat het buitengewoon kwalijk is. Dat het echt gewoon echt ranzig is. Een ranzige suggestie. Dat je dus zegt dat de Joodse financiers... Nou ja, dat is we hebben gezien de linken met Rothschild. Hè, dus er was een aankoop van een schilderij van de familie Rothschild. Er komen vragen van Forum voor Democratie. Van dat gaat naar een Joodse familie en die zou dat wel eens kunnen gebruiken voor politieke doeleinden die haak staan op de onze. Ja. Nou, die suggestie, ja, dat vind ik een antisemitische. Dit wordt nu ook gedaan, dit onderzoek, dit wordt gestart. Nou, er is nu een motie aangenomen die zegt, dit moeten we doen. Dus nu moet je kijken. Het is best ingewikkeld, want je kan dit dus niet aan het kabinet vragen. Normaal vraag je iets aan het kabinet. Maar het is heel gek als het kabinet politieke partijen gaat onderzoeken. Dat gaat via het presidium, het bestuur van de Tweede Kamer. Ja, en die gaat het aan de Rekenkamer vragen. Maar de Rekenkamer die mag heel veel onderzoeken in Nederland. Maar als ze bij de partij van de heer Segers aankomen, zeggen, mag ik de boeken zien? En de heer Segers zegt, je kan de pot op. Dan kan de Rekenkamer niks. Hè? Dus, nou, er is ook een subsidierelatie. Hè? Dus dat is wel een titel om te zeggen. Dan willen we kijken hoe jouw financiering is. Maar we hebben nu Baudet gezien. We hebben Forum voor Democratie wat zegt, het mag. Hè? Je mag. Dus wij willen onze boeken overhandigen. Nou, als er vrijwilligheid is. Ja, maar als je het idee hebt dat er nog een boek is. Dan ben ik even benieuwd naar de oude inlichtingenman. Zouden we dan dit gewoon moeten aanpassen? Zouden ze gewoon verplicht moeten zijn om die boeken te openen?